Hallo en welkom bij een nieuwe creatieve video van Veles Creatieve Hoekje. Vandaag gaan we aan de slag met de biezenstempel van Nelly's Choice en je ziet hem hier nu in de bovenhoek. Ik heb 3 variaties bedacht met deze stempel. We gaan er 3 verschillende kaartjes mee maken. Het eerste kaartje zie je ook nu hier in de bovenhoek. Het tweede kaartje dat we gaan doen, zie je ook in de bovenhoek nu. En dan nog een derde kaartje. En dat is dit. En dat zie je ook hier nu in de bovenhoek. Ik zou zeggen, 3 kaartjes met 1 stempel. Laten we er maar heel snel aan beginnen. Dit is de eerste kaart die we gaan maken van de 3 variaties. We beginnen met ProSilk karton van 9,5 op 12 centimeter. We gaan ook gebruiken Memento inkt, Dandelion en een blending brush. En ik start met een smalle strook kleur aan te brengen over de hele breedte van de kaart. Ik heb uit de gele maskeertape van Craft Emotions een cirkeltje gesneden. Ik gebruik de gele maskeertape, omdat jullie dan goed kunnen zien wat ik allemaal doe. Maar je kan evengoed de maskeervellen, de A4 vellen van Stix Tool gebruiken. Velen van jullie hebben die vellen. Als dat rondje opgekleefd is, dan ga ik verder kleur aanbrengen. En aan de rand maak ik het donkerste. Ik heb een stukje dun wit karton. Ik kleef daar een strook van die gele maskeertape op. En ik ga dat doorsnijden gekarteld. Dat mag een stevige kartel zijn. Om mij dadelijk niet te vergissen, zet ik een T van top en een B van bodem. Ik neem het topblaadje en ik kleef dat op mijn kaart. Dan neem ik het bodemblaadje, strookje. Goed zien dat de kartels exact overeenstemmen en naar beneden zakken en vastkleven. Dan gaan we Memento Cantaloupe gebruiken en een blending brush. En die volledige opening tussen de 2 stroken gaan we helemaal kleuren met de Cantaloupe. Dan gaan we nog eens een keer hetzelfde doen. Dus weer een strook van die maskeertape op dun karton. En we gaan het dit keer minder gekarteld snijden. Dus we gaan nog wel een karteltje doen, maar minder diepe kartels. En om mij niet te vergissen, zet ik weer een T en een B. Het topstrookje kleef ik op mijn kaart en ik ga ietsjes zakken. En dan het bodemstrookje en ook nu weer. Gaan we eerst zien dat de kartels exact overeenstemmen en dan zakken naar beneden, iets omhoog terug en opkleven. En die opening ga ik opvullen met Tangelo. Als jullie de Stix Tool maskeervellen gebruiken, dan moet je dat niet eerst op karton kleven. Hè. Dan kun je ineens zo snijden. Dit is een roltape, dus dan is dat wel nodig. Dan gaan we voor een derde keer een strook nemen. En deze keer gaan we gewoon doorknippen. Niet meer gekarteld.
En dan weer bovenaan een klein beetje lager dan onze vorige strook. En onderaan een beetje hoger dan onze vorige strook. En de ruimte die we dan vrij hebben, die gaan we vullen met Memento Tuxedo Black. Kunnen alle maskers weg, behalve het maanmasker, dat laten we nog even hangen. Onderaan brengen we een heel dun laagje van de dandelion aan. Dan stappen we over op Memento Summer Sky. En ook daar brengen we een dun laagje kleur van aan. Start altijd van aan de rand. Zet nooit je borstel met inkt midden op je kaart, want dan heb je kringen die je niet meer wegkrijgt. Het maanmaskertje nemen we weg en dat laten we zakken. Kleven dat vast en dan gaan we met de Summer Sky meer kleur aanbrengen rondom rond en op de rest van de kaart. De borstel die we daarnet gebruikt hebben met de Tuxedo Black, die gaan we nu gebruiken om de randen opzij en onderaan een beetje met zwart aan te zetten. Geen nieuwe inkt gebruiken. Hetgeen op de borstel zit is meer dan voldoende. Dan kan het maanmaskertje weg en met de borstel van de Summer Sky ga ik er nog eens eventjes over om de randen een beetje te verzachten. En datzelfde doe ik bovenaan met de gele borstel. En dan kunnen we gaan stempelen. We gaan dus de biezenstempel, de SIL 077, gebruiken. Het onderste ga ik niet gebruiken, want het is de bedoeling dat mijn biezen in het water staan. Dus die wortelpartij gaan we niet beinkten. Ik leg ook een blaadje, zodanig dat daar zeker van die wortelpartij niks gestempeld wordt. En ik druk af. Ik heb mijn stempel beïnkt met de VersaFine Nocturne. Dat onderste stukje gaan we een klein beetje bijwerken met de Tuxedo Black marker van Memento. Dan nemen we er een stukje mica bij. Dat kan gewoon van verpakking zijn. En ook daar gaan we onze biezen op stempelen. Let op, beinkten, naar, recht naar beneden afdrukken en terug weg, want dat is heel glad, zo'n stuk mica, dat je niet gaat schuiven, want dan heb je een bieberafbeelding. Met een tissue veeg ik de onderste wortelpartij weg, zodanig dat dat overeenstemt. Ik draai met de inkt naar beneden en ik druk mijn schaduw af. En dan heb je de schaduw van de biezen in het water. Met een grijze marker gaan we nog wat waterrimpelingen tekenen. Als tekst ga ik een condoleance tekst gebruiken van Nelly's Choice. Er zijn 5 verschillende setjes, dus je kunt kiezen welke tekst je gaat gebruiken. En dan gaan we dit kaartje opkleven op een stukje zwart karton en dat is 10 centimeter op 12,5.
Dan heb ik nog een bruine basiskaart, mokka kleur. Die gaan we ook dubbel vouwen. Niet vergeten om met het vouwbeen langs de vouwrand te gaan, langs de plooirand. En dan is die kaart 11 centimeter op 13,5. En daar gaan we ons biezenkaartje op kleven. Voilà. En dan is onze eerste kaart is dan al helemaal klaar. Hier zie je nog eens even de materialen, de memento kleurtjes die ik gebruikt heb. En nog eens een foto van onze kaart. Dan beginnen we aan versie nummer 2. Dat is deze. Nu gaan we ProSilk karton gebruiken. Een stuk van 8,5 cm op 12,8. We gaan Summer Sky van Memento gebruiken. En we gaan daar heel die kaart mee kleuren. Dus ik gebruik ook nu weer een blending brush. En die Summer Sky brengen we aan op de hele kaart. We hebben ook een stukje kopieerpapier nodig en weer onze biezenstempel. En ik heb gekleurd kopieerpapier gebruikt, dan is het allemaal een beetje duidelijker voor jullie, dan zien jullie dat beter. Ik gebruik weer die verpakking, want dat onderste stuk wil ik weer niet gebruiken. Dus ik leg mijn afbeelding van mijn stempel. En dan kan ik goed kijken waar ik mijn kopieerpapiertje ga kleven. We gebruiken verwijderbare lijmroller. Want mijn biezen moeten boven de waterrand uitkomen. Dus hier ongeveer ga ik mijn blaadje kleven. Nog eens even controleren dat we goed zitten. Een beetje recht hangen, ons kopieerpapiertje. Dan gaan we Paris Dusk gebruiken van Memento. En ook weer een blending brush. En ik ga daarmee langs de rand van dat kopieerpapiertje. Ik start altijd vanop dat kopieerpapier. Nooit direct op de kaart. En met een circulerende beweging breng ik de kleur aan. En ik breng die helemaal rondom rond aan. En het middenstuk, dat laat ik veel lichter. En de bovenrand mag ook een beetje donkerder zijn. Dus het middenstuk mooi licht laten. Dan nemen we ons kopieerpapier weg. En we gaan de bovenkant afdekken nu. En dat onderste strookje, daar gaan we terug die Paris Dusk aanbrengen. Maar dit keer gaan we dat goed verzadigen. We gaan dat goed donker maken. Dat er zeker een goed contrast is tussen de onderkant en de bovenkant. Dan gaan we onze biezen stempelen met VersaFine Clair Twilight. Dat is een hele donkere blauwe. Ik beinkt de stempel en ik druk die één keer zachtjes af op mijn kladpapier en dan stempel ik op mijn kaart. En dit ga ik 3 maal doen. 2 keren aan de linkerzijde en 1 keer aan de rechterzijde.
En dan gaan we die kaart goed drogen met de heat tool. Er zit veel vocht in van de inkt. En we gaan dadelijk met embossingpoeder werken. Dus het is heel belangrijk dat die kaart goed droog is. We gaan even een test doen. We strooien er embossingpoeder op. En als dat blijft kleven, is onze kaart nog veel te vochtig. Dus we borstelen dat poeder eraf. En we gaan opnieuw drogen. Blijf deze test doen tot er geen poeder meer blijft kleven. Het is heel belangrijk dat de kaart goed droog is. Dan gaan we onze biezen met de Versambark embossing inkt stempelen. En dan gaan we daar wit detail embossingpoeder overstrooien en verhitten. Ik heb na het drogen mijn heat tool laten opstaan, zodanig dat die goed warm blijft. Want zoals jullie weten gaan we altijd onze heat tool voorverwarmen. Dus dat is bij deze dan ineens ook gebeurd. En dan ons wit detailpoeder erop. En dan kunnen we gaan smelten. Zoals jullie zien ben ik met een penseeltje nog wat aan het wegvegen. Ik ben vergeten om met het antistatisch doekje er nog eens eerst over te gaan. Dus dat is wel een belangrijke stap die jullie beter wel doen. Maar ik ben het vergeten. En dan kunnen we ons poeder gaan smelten. Mijn heat tool laat ik nogmaals opstaan en ik ga met de stift van Versamark inkt die kleine openingsjes hier een beetje bijwerken. Dus er zit ook embossing inkt in, maar dan in een penvorm. En ik strooi er een beetje poeder over. En we gaan dat smelten. En op die manier kun je dus ook een beetje retoucheren. Of je kan er zelfs mee schrijven. Als je een mooi handschrift hebt, dan kun je met die pen ook gaan schrijven. En dan met embossingpoeder hetgeen je geschreven hebt gaan bewerken. Dat is ook heel mooi. Ook op dit kaartje ga ik een stempeltje uit de condoleance setjes gebruiken. En zoals je ziet, ik gebruik heel vaak de verpakking om te gaan kijken waar ik mijn stempel wil hebben. De verpakking kan nu weg en mijn stempeltje zit exact waar dat ik het op mijn kaart wil hebben. En ook dit is gestempeld met de Twilight. En dan zijn we weer al bijna rond met onze creatie nummer 2. We gaan deze kaart opkleven op een stuk donkerblauw karton. En dat is 9 centimeter op 13,3. En dan gaan we dit geheel op een witte kaart kleven. Die is 10 centimeter op 14,3. Zo met verschillende laagjes werken kan ook een heel mooi effect geven. Zo. En nu hebben we een mooie brede witte kader rondom rond, omdat onze witte kaart een heel stuk groter is. Tot slot nog een donkerblauwe basiskaart en die is 10,5 op de totale lengte van een A4 blad. En dan dubbel gevouwen. Altijd met het vouwbeen langs de vouwrand gaan en dan kan onze biezenkaart opgekleefd worden op onze basiskaart. Tot slot nog een klein detail. We gaan met een grijze marker schaduw tekenen.
En het geeft ook weer nog een heel ander effect. Gewoon langs één zijde en klaar is Kees. Nummertje 2 is helemaal af. En dan gaan we nummer 3 beginnen. Dat is deze, die zie je hier. En wat hebben we daar allemaal voor nodig? ProSilk karton. En we gaan een stuk gebruiken van 10 cm op 14 cm. Onze verwijderbare lijmroller gaan we ook weer gebruiken. Een blaadje kopieerpapier. Ik heb weer gekleurd genomen. We gaan een multiframe die set gebruiken van Nelly's Choice. Dat is de booklet. En dat is de MFD 115. De booklet rectangle. En daaruit gaan we het 8e malletje gebruiken. Dus van binnen te tellen, nummerke 8. We gaan ook gebruiken de creatieve groetjes tekstset van Marianne Design. Dat is de CS1071. We gaan gebruiken VersaFine Claire de Nocturne. Memento Danube Blue. Een blending brush van Nelly's Choice. En ik heb hier de nummer 4 gebruikt. De stempelset Mini Butterflies, de MAFS 001. En dan natuurlijk onze SIL 077, de biezen. We gaan beginnen met de boekletmal uit te snijden uit ons kopieerpapiertje. We hebben alleen de buitenste kader nodig, dus de rest kan aan de kant. En dat gaan we nu zo op onze kaart kleven. We gebruiken daarvoor onze verwijderbare lijmroller. En breng de lijm goed aan langs de randen van de kader, want het is heel belangrijk dat dat goed vastkleeft. Dus we kleven dat masker op onze kaart. En aan de randen zeer goed aanduwen, dat dat zeker goed vast zit. En dan eens controleren met je hand of er geen lijmresten zitten. Dan gaan we de Danube Blue gebruiken. En ik ga in die hoek beginnen. En ik start ook altijd vanop mijn kopieerpapier. Nooit rechtstreeks op je kaart. En je werkt omhoog. Dus je begint in die hoek. Die hoek moet ook het donkerste zijn. En je werkt omhoog. En je werkt naar opzij. Dus de onderkant en de linkerzijkant moet het donkerste zijn. En dan de overkant, daar gaan we gewoon een heel klein beetje kleur aanbrengen met hetgeen nog op de borstel zit. We gaan alleen de kader een klein beetje definitie geven, maar dat moet zo licht mogelijk blijven. Dan kan dat masker kan weg. Goed controleren dat alle lijmresten weg zijn. Dan ga ik dat maskeerpapier gebruiken om mijn onderzijde af te plakken. Ik scheur er een stukje af om dat schuine hoekje ook nog te bedekken. Gelijk leggen met de rand die omhoog gaat van de kader. Dan gaan we onze biezenstempel beinkten. En zorg ervoor dat je buiten je kader, voorbij je kader komt. Dus dat de blaadjes daar uitsteken. En ook nu weer ga ik dat onderste stukje van de stempel niet gebruiken. En we drukken af. En dan gaan we de stempel opnieuw beinkten. En we gaan die ernaast zetten, maar we gaan een beetje lager gaan.
En door de dikte van je maskeerpapier is onze rand niet zo mooi afgewerkt, maar dat is niet erg. We gaan weer die Tuxedo Black Memento marker gebruiken. En ik gebruik de bullet tip, dus dat is niet de penseelpunt. En als je je blaadje, je maskeerblaadje, daar terug onder kleeft, dan kun je niet voorbij je kader gaan en dan is dat heel perfect bij te werken. Dus een beetje retoucheerwerk. Dan gaan we onze mini butterflies stempelsetje gebruiken en ik ga daaruit de libellen gebruiken. En ik stempel eentje dat naar buiten gaat vliegen, eentje dat naar de biezen vliegt en dan nog eentje dat uit de hoek helemaal bovenaan naar binnen komt. En dan gaan we onze creatieve groetjes stempel er nog bij opzetten. En dan zijn we ook weer al bijna klaar met onze derde versie. Zo snel kan het gaan. Voilà. En dan gaan we dat nog opkleven op een zwarte basiskaart van 10,5 op 29. Die dat we ook weer dubbel vouwen. Altijd goed met het vouwbeen langs de plooirand gaan. En opkleven maar. Voilà. Nummertje 3 is helemaal klaar. Op mijn blog kunnen jullie de foto's nog eens bekijken en downloaden. Vonden jullie het een leuke video? Geef zeker een duimpje omhoog. En een berichtje achterlaten onder de video is ook altijd superleuk voor mij om te lezen. En dan dank ik jullie om te kijken en ik zie jullie heel graag terug volgende keer voor een nieuwe inspiratievideo. Tot ziens, dag!